echt is. Omroep Land van Kuik. Niet echt dat ik iets mis, maar de afstanden zijn hier zo groot. Dus in Nederland is alles dichtbij, alles zit er acuut. Fiets pakken en gaan naar de supermarkt en dat kan hier gewoon niet. Nee, ja, koffie heb je dus ook helemaal niet in Frankrijk. Maar in Nederland is het zo om 10 uur gaan we even koffie met een gebakje. Dat vind ik ook helemaal leuk, want dat heb je hier ook helemaal niet. Ik wil hier best oud worden. Maar als ik heel oud word, wil ik toch weer terug naar Nederland, denk ik. Nou, ik zou hier gewoon niet in een bejaardenhuis willen zitten. Wij Nederlanders zijn erg direct. En dat is de Fransman niet altijd... Dat is de Fransman eigenlijk niet. Nee, die draait graag om de pot heen. Allemaal hebben ze een reden gehad om Nederland te verlaten en zich te vestigen in Frankrijk. We bezochten een aantal Nederlanders op en wilden weten hoe het nu met ze gaat. Kijkt u naar Nederlanders in Frankrijk. In Nederlanders in Frankrijk gaan we vandaag op bezoek bij Hans en Anne Dinkelaar. Zij wonen in La Chapelle-Auzac in het Franse departement de Lot en dat ligt niet ver van het toeristenoord Souillac. Hans en Anne zijn eigenaar van een forellenkwekerij en restaurant. Hallo. Sorry. Hans. Hallo Dinkla. Hi Hans. Hoe komt een Nederlander erbij om zich in de middle of nowhere te gaan vestigen in de Lot? Waarom zijn jullie naar Frankrijk gegaan? Omdat we iets voor onszelf wilden. B was dat eerste in de, we komen natuurlijk uit hotelier-restaurant. En dat was het eerste waar we op zoek waren. En toen was het heel toevallig een vriendin die ik werkte toen voor iemand anders. En die belde op en die zei van, god, weet je niet iemand die mijn vaders bedrijf over kan nemen? En zei ik van, god, wat doet hij dan? Paling telen. Ik zeg, maar ik was toen op een vrijgezellenfeestje. En toen dacht ik van, nou, het leek me dat eigenlijk wel wat. Maar wist je iets van paling kweken? Ja, nou, ik ben verwend visser, dus dat wel. Maar kweken niet. Dus ik heb een jaar een studietje gedaan. Maar uiteindelijk is het geen paling geworden. Wij hebben allebei hotelschool gedaan. Wij hebben heel veel in het buitenland gezworven. Onder andere in Frans Guyana, Sint Maarten. Dus daar zijn we overal geweest. En we hebben altijd gezegd, we willen een bedrijf in Frankrijk beginnen. En waarom Frankrijk? Ja, we spraken de taal, het weer, ze eten lekker, spelen rugby hier in het zuidwesten. Er wordt gevist, nou, alles wat wij eigenlijk leuk vinden. En Hans, wij hebben allebei in de horeca weer samengewerkt. En wij kwamen er eigenlijk achter dat we ontzettend veel aan het werk waren en weinig onze kinderen zagen. Hans die kwam thuis 's avonds en sliepen de meisjes. En dan ging hij 's morgens weer weg en dan sliepen de meisjes nog steeds. Dus ja, op een gegeven moment wilden we gewoon wat anders. En Hans' zijn grote hobby is vissen. En op een gegeven moment had hij het idee om een forellenvijver of forellenkwekerij te gaan doen. Nou, zo doen de. Het enige voordeel dat wij al hadden, is dat we natuurlijk goed Frans spraken, omdat we andere landen geweest waren, Franstalige landen. En dat is eigenlijk wel een must. Als je de taal niet spreekt, ja, dan wordt het wel erg moeilijk. De forellenkwekerij in La Chapelle-Auzac bestaat sinds 1968. In 2003 nemen Hans en Anne Dinkelaar het bedrijf over. Een lange administratieve romslomp volgt. Er liep een vergunning, maar je moet het wel checken tussen wat men zegt. En wat er daadwerkelijk is nog wel een ding. Maar instanties, je moet natuurlijk, we moesten natuurlijk geld lenen om het bedrijf te starten. Je moest vergunningen controleren, want er zitten vergunningen om een visfarm. Hoe lang duurt die dan nog? Is dat nog? Hebben ze niet hier in de buurt plannen om daar bijvoorbeeld een snelweg aan te leggen? Dus dan koop je iets en met 5 jaar kun je opnieuw beginnen, want de staat vordert het op. Maar goed, dat heeft al met al, denk ik, anderhalf jaar geduurd. Allee, letterine.
inderdaad. De vorige eigenaar die heeft ons goed geholpen, ook met zijn accountant, om goede informatie te kunnen geven. En dus uiteindelijk viel dat wel mee. Dus dat was meer een kwestie van welke bank is het interessantst. Dus, wat mis je in Frankrijk? Wat ik mis? Nederlandse producten, de HEMA. Mis je de HEMA met de tompoes? Daar word ik wel blij van. Een kroketje word ik wel blij van. Mis je dat? Nee, ik mis het niet. Je krijgt er andere producten voor terug. Maar als je zegt, heb je een kroketje, dan zeg ik van, lekker. Eigenlijk is het zo dat ons visteeltbedrijf, zeg maar, visteelt is de basis van ons bestaan. We hebben vier bronnen op eigen terrein. Dus die geven nu ongeveer zo'n 200 liter per seconde. Dus dat is water wat uit de grond komt, wat 13 graden is, het hele jaar door. Dat is de kracht van ons bedrijf. Waarom? Omdat we geen last hebben van de warmte, geen last hebben van de kou. We kunnen het hele jaar door normaal voeren. En normaal gesproken is het waterdebiet is voldoende voor onze jaarteelt. Maar alleen het moet wel het hele jaar door stromen natuurlijk. Okay. Dit is een gouffre, dus een regelbron. Dat is een bron die nu geen water geeft. Het is een gat van 9 meter diep. De bronnen die worden gevoed door de ondergrondse rivier. Die ligt ongeveer op 32 meter diepte. Dat weten we. Omdat op een gegeven moment, als het veel regent, dan gaan de bronnen die gaan omhoog. En dan geven ze ongeveer 2 tot 3 kubieke meter per seconde. Als het daar blijft regenen, dan gaat dit gat, zoals je het hier ziet, zeg maar, het water komt instant in één keer omhoog. Dat geeft dan 25 tot 30 kubieke meter per seconde. Nou, dit is dan het vissen op kilo. Ja, dat kennen we niet zo erg in Nederland. Maar mensen in Frankrijk is het heel gewoon dat je jezelf even je eigen visje vangt om 's avonds te eten. Dus dat gebeurt dan hier. Mensen hoeven daar niet voor te reserveren. Die komen gewoon, geven een hengeltje mee, een broodje mee en een emmertje mee. En dan vangen ze hun eigen visje. In de zomermaanden helpen de dochters Carmen en Carlijn hun ouders in het familierestaurant. Carmen, de jongste, zit hier nog op de Franse school. Okay. Carlijn studeert in Nederland. Ik was hier toen 2,5, zijn we in Frankrijk gekomen. Dan ben ik naar de École Primaire, dat is dus de lagere school. Dat zit hier in het dorpje vlakbij, La Chapelle-aux-Zac. Ik weet eigenlijk niet hoe oud, maar je hebt hier dus geen groep 8. Dat gaat tot groep 7. En dan ga je door naar de college, dat is 4 jaar, ook in Souillac, dat was ook hier vlakbij. En dan heb je 3 jaar lycée. Daar zit ik nu op, dus ik ga nu naar het derde jaar, dus nog een jaar. En dan ben je klaar. Nou, ik studeer nu sinds een jaar in Leeuwarden, dus Nederlandse vrienden en Franse vrienden heb ik dus allebei. Dus in Nederland heb ik nu dus in Leeuwarden vrienden en die komen zeg maar van overal. We zitten hier eigenlijk niet echt in een stad, we zitten meer op platteland en dorp. En de mensen hier, iedereen kent elkaar. Iedereen, we gaan daar. En als je naar we hebben hier heel erg veel dorpsfeesten bijvoorbeeld. En dan komt echt iedereen samen en dan zijn we iets van 50 man. Het zijn twee hele verschillende landen, vind ik. En hier, ja, ik ben hier natuurlijk hier opgegroeid. Dus ik ben hier naar school gegaan. Dus, maar als ik in Nederland kom, dan vind ik het ook wel leuk, want het is heel anders. Als ik er natuurlijk naartoe ga, dan is het natuurlijk met familie, het is natuurlijk heel gezellig, iedereen komt naar ons toe. Maar ik heb niet liever Nederland of Frankrijk, maar het is heel verschillend. Ik vind gewoon Nederland leuk, want het is gewoon gezellig. Iedereen komt langs en iedereen kent elkaar. Ik vind de Nederlandse mensen veel enthousiaster en leuker. 4-3, Nanne. Nou, onze dochter studeert inmiddels in Nederland. En die zit op de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. En sinds zij is vorig jaar daar begonnen en sinds zij daar nu is, dan zitten wij meer in Nederland. Maar eigenlijk heel even of heel vaak dat ik alleen ga. We hebben natuurlijk een bedrijf waar wij 60 ton forel telen. En dat doen we 365 dagen per jaar. Hè? Het zijn gewoon beesten. Dus daar moet je voor zijn. En dat betekent dat hier iemand moet zijn 24 uur per dag. Dus dat is vaak Hans. Dus ik ben wat meer
op tjak, om het zo maar te zeggen. Je kunt je bedrijf niet sluiten en een paar maanden naar Nederland? Nee, dat is onmogelijk. Als we sluiten, dan betekent dat we geen vissen meer hebben, dat het hier niet goed gaat. Of dat we ermee ophouden, op een of andere manier. Nee, dat is geen optie. Dat komt helemaal niet in vraag. Ja. En waarom dan terug? Zeg nooit nee, maar vooralsnog vind ik het prima, zeg je. Ik heb er nog maar 5, plus even kijken. Carlijn heeft nog niks uitgegeven, dus ik moet er nog 7 hebben. Drie salades, 1 kiesje. Nee, nou zeg nooit nee. Ik wil hier best oud worden. Maar als ik heel oud word, wil ik toch weer terug naar Nederland, denk ik. Nou, ik zou hier gewoon niet in een bejaardenhuis willen zitten. Als ik dat zo, omdat ik dat zo bekijk, is dat, vind ik wel schrijnend hier eigenlijk wel een klein beetje. Leg eens uit. Nou, ik weet niet. Ik weet niet, daar word ik verdrietig van. In Nederland denk ik dat we het beter voor elkaar hebben dan we het hier voor elkaar hebben. Dus oud worden wil ik wel, maar als ik dan echt stokoud ben en niemand, dan maar in Nederland of zo. Maar terug willen naar Nederland omdat ik, nee, ik hoef voorlopig niet terug. Het ligt er ook een beetje aan onze kinderen, hè? Wat gaan die doen? Maar voor de rest, nee, geen Nederland voor mij. Kom verder. Al onze bakken worden gewoon gevoed alleen maar met bronwater. Dus alle bakken die je hier ziet, zeg maar, worden allemaal één keer gevoed. Het is geen recirculeringssysteem. Dus gewoon alles wat komt, komt. Je ziet het daar omhoog. Ja, je ziet het borrelen gewoon. We kopen eitjes in. En die weten we zeker dat die een week later al geboren worden, zeg maar. Dat zijn gewoon hele kleine eitjes. We zeggen altijd, als je de vis teelt, gewoon de regels toepast die je ook bij een baby doet. Dus de 3 R's, regelmaat, reinheid en rust is het. Als je dat bij de vis ook doet, niks aan de hand. Gaat prima. Alleen je moet niet, water komt natuurlijk gewoon aan. Een bacterie kan ook aankomen. Nou ja, die heb je altijd al een beetje. Probeer er zo min mogelijk kruisbestuiving te krijgen van de ene bak naar de andere bak. Dus elke bak heeft zijn eigen borstel, zeker bij de kleintjes wil je gewoon niet dat daar... kleintjes gaat nooit alleen dood, die gaat per 100 of per 1000 dood. Als teler wil je gewoon niet dat je dooien hebt. We krijgen loos eieren binnen, zeg maar, die kopen we. Die gaan dan eerst van binnen en dan gaan ze vervolgens naar buiten. Ze blijven 2 maanden blijven ze naar binnen. En bij 2 maanden zijn ze ongeveer 1 gram of 2 gram. En dan gaan ze per lo gaan ze naar buiten. Dus dit is één lo eieren. Die blijft constant bij elkaar. Een lo, noem je dat een lo. Nou, dan noemen we bruine forel en regenboogforel. En dit zijn dan de kilovissen, zeg maar. Dat is ook regenboogforel. Hopla. En die... Ja, die groeien eigenlijk als ware in de bak. Dus ze zijn nu 1 kilo, nou, die trekken we op naar 2 kilo. En dan worden ze weer verspreid. Een deel gaat weer naar voren, een deel gaat de andere kant op. En dan er komen er weer nieuwe in. Dan dus elke keer sorteer je. En dat is eigenlijk de grootste ja, het werk, zeg maar. En dit zijn dan weer de vario's. Nou, je ziet al wel, ze houden niet van de zon. Ze houden niet van mensen om zich heen. Zijn gewoon weg. Op maandag en dinsdag is het visrestaurant gesloten. Hans gebruikt deze 2 dagen om zijn forel aan restaurants te leveren. In principe stoppen we na het eerste kwartier, is de cruciale. Dus na een kwartier stoppen we. En dan kijken we even of alles goed gaat, of de zuurstof goed is. Als het niet goed is, dan gaan we heel snel naar huis. Maar dat is nog niet overkomen. Je leeft hier toch als God in Frankrijk. Daarom zijn we ook hierheen gegaan. A, heb je ruimte nodig, bakken nodig en water. Het water komt gratis aan. De bakken, ja, die gaan lang mee. Je moet wel zelf een beetje handig zijn, zeg maar, want alles wat je hier ziet hebben we zelf gemaakt. Je houdt het hier nog jaren vol? Ja, prima. Bedankt voor het interview. Geen dank. Volgende week bij Omroep Land van Kuik onze laatste uitzending van Nederlanders in Frankrijk.
We zijn te gast bij Yvonne Otter. Ze komt oorspronkelijk uit Boxmeer. Ze is nu gastvrouw in een van de mooiste hotels van Zuid-Frankrijk, Château La Traine. Kijken dus volgende week bij Omroep Land van Kuik. Ik heb wel iets met Frankrijk gehad, ook toen ik jong was. Ik sprak Frans met een vriendin, ging een belletje trekken, terwijl ik geen woord Frans sprak. Dit is Omroep Land van Kuik.